Vuurwerk afsteken is voor vele mensen een mooi gebaar om het jaar mee af te sluiten. Toch zijn er elk jaar jongeren en volwassenen die misbruik maken van vuurwerk en het afsteken op ongepaste tijden. In Gelderland-Zuid wordt veel overlast ervaren, ook onder hulpverleners. Daarom hebben de burgemeesters in deze regio een brief gestuurd naar de inwoners in de hoop dat het ongepaste vuurwerkgebruik wordt verminderd. De burgemeesters van Gelderland-Zuid hebben gezamenlijk een brief opgestuurd naar de inwoners. In deze brief vragen ze of men zich bewust kan worden over de vuurwerkoverlast. De overlast wordt met name bij hulpverleners ervaren, maar ook bij de inwoners zelf. Met de brief proberen ze het vuurwerkoverlast en de schade die erbij komt kijken te verminderen. We hebben namens Twee Stroomland echt meegedaan, omdat we zien natuurlijk dat vuurwerk kan soms leiden tot vernielingen, brandstichtingen en overlast voor mensen. En we zien natuurlijk op de avond zelf ook nog wel eens agressie naar hulpverleners. En dat willen we niet. Wij willen dat oudjaar, oud opnieuw, een heel mooi feest is voor alle inwoners en mensen die keihard werken op die avond. En daarmee willen we nu dus eigenlijk in de brief zeggen, wij stellen hier een norm. Een aantal gemeentes hebben een vuurwerkverbod en andere gemeentes niet. De burgemeester van Wijchen vindt dat een vuurwerkverbod niet altijd kan helpen. Hier bijvoorbeeld doen we het niet. Dat is ook vanwege, we volgen het landelijke politiek. Want je ziet ook wel, de verkoop is niet verboden. En daar waar een vuurwerkverbod is, zie je vaak niet heel veel verschil. Dat is dus wel ook even afhankelijk van landelijk, want ik denk ook echt dat je het landelijk moet aanpakken, wil je dat echt laten werken. Sommige bewoners van Wijchen ervaren de vuurwerkoverlast en vinden hier ook wat van. Je hoort het nu alweer volop en dan denk ik van ja, moet het nou? Ja. Je hoort het wel eens en denk ik van nou, hou nou maar eens een keer op. Knallen vooral en al heel, heel hard. Of ze echt bomslagen afgaan. De hond, ja, die heeft er echt last van, die is echt bang. Nou, voor mij mogen ze het gerust verbieden. Hè, het is wel best gevaarlijk. Verbod hoeven mij niet echt, maar wel min of meer het aanpakken. Hè, dat ze hulpverleners die komen helpen met vuurwerk bekogelen. Hier, dat is van de zotte. Daarom zeg ik dat het moet. Ja. Want dat gewone vuurwerk afsteken één keer per jaar kan gewoon netjes, zoals ik het van mijn ouders leerde, binnen dat half uurtje en is het klaar. De burgemeesters van Gelderland-Zuid hopen dat de brief serieus wordt genomen en op deze manier de jaarwisseling voor iedereen leuk wordt. Nou ja, we hopen natuurlijk enorm te bereiken dat jongeren gaan nadenken wat ze doen met vuurwerk en waarvoor het eigenlijk is. Hè. Vuurwerk is eigenlijk voor een hele feestelijke avond en om ermee te vieren dat we naar het nieuwe jaar gaan. En het is er niet om eigenlijk rotzooi te trappen en om het naar hulpverleners te gooien, want dat is gevaarlijk. Je speelt niet met vuur. En vroeger was er een hele mooie campagne, je bent een rund als je met vuurwerk stunt. En ik denk dat we dat weer eens tussen de oren moeten knopen.